Gaan we Zoeterwoude vol zetten met windmolens en zonnepanelen? Jeutje, nee, dat gaan we echt niet doen. He, er wordt natuurlijk via Holland-Rijnland wordt er een plan gemaakt van waar eventueel langs de infrastructuur, de bestaande infrastructuur, windmolens kunnen komen. He, dat is nog niet helemaal duidelijk waar dat precies gaat gebeuren, maar we gaan natuurlijk niet alles volzetten met windmolens. Daar moet heel zorgvuldig naar gekeken worden en ook de afweging, inpassing in het landschap zal een hele belangrijke factor zijn. Ja, de suggestie is gedaan om windmolens langs de A4 en de N11 te gaan zetten. Hoe ziet u dat? Ja, we hadden natuurlijk twee windmolens langs de A4. Mogelijk is die plek toch geschikt om daar weer nieuwe windmolens, daar zijn ook wel gedachten over, om daar weer windmolens neer te zetten. Misschien van een grotere capaciteit dan die toen de tijd heeft hebben gestaan. Dus dat is een mogelijke plek. De N11, nou, dat moet nog goed bekeken worden. Dat gaat richting Alphen en daar staan al heel wat windmolens. Wellicht dat er ergens een plek is waar we zeggen van oké. Maar daar hebben we nog helemaal niet over gesproken nog.